Ik moet even iets met jullie delen, trouwens, voordat we doodgaan. Ik heb een hele rare droom laatst gehad. Nou, dat wil ik nu al niet meer weten. Ja, maar ik dacht er vanmiddag weer in één keer aan. Ik heb gisteren, of vannacht dus eigenlijk, gedroomd dat Billie Eilish dood is gegaan. Oh. Dus het was echt hele tragiek, was dat. Maar ze zingt toch ook een beetje over doodgaan en zo? Ja, maar dat komt er misschien door. Omdat mijn broertje die zegt altijd van... Ja, dat het is echt zo iemand die zelfmoord wil plegen of zo. Ja, ik weet, zegt hij altijd. Dat is wel grappig, want ik zag toevallig... Ik was een beetje door muzieknieuws aan het gaan vanmiddag. En er stond dus inderdaad dat de moeder van Billie Eilish... Die maakte zich zorgen over de songteksten van haar. Oh. Dat ze zo depressief waren en over zelfmoord en dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Ik zat nog te twijfelen van, zal ik dat berichtje meenemen in de uitzending? Maar dat had ik niet gedaan, maar dan komt er toch nog een bot. Ja, maar ik heb dat, het was heel raar, want er was in één keer was zij dan overleden en iedereen was een rapperroer, weet je wel. Ja. En ik maakte me daar ook heel veel zorgen over, blijkbaar, terwijl ik ben niet echt heel groot fan van haar. Maar ik moest het toch even met jullie delen. Ik dacht, het is toch een soort muzieknieuws. Ja. Je hebt er zelf over gedroomd. Ja. Wat heftig. Ja, ik heb daarover gedroomd, ja. You had to bury a friend. Ja, nou ja, ik moest er in één keer aan denken, dus ik dacht ik deel het even met je. Ja, oh, dankjewel. Nieuwtje toch, Dominique, had jij? Ja, laten we het maar over het leven hebben. Ja. Over de vrijheid. Want de ambassadeurs van de vrijheid zijn bekend. En dat zijn Roxanne Hazes en Snelle. En die gaan met het bevrijdingsfestival met een helikopter door de lucht heen en optredens geven. Volgens mij zijn het er 4 in totaal, toch? Oh shit. Doe je huiswerk. Ja, Roxanne Hazes, Snelle en... Chris Cross Amsterdam. En... Lucas en Steve. Nou. En Donnie. Nee. Oh. Nee, en vrijheid. Nou, ik klap er wel een Jonko tegenaan, denk ik, Donnie. Ja, dat is voor vrijheid natuurlijk. Maar gaan we dit jaar ook een item over maken, bevrijdingsfestival? Lijkt me wel leuk, jazeker. Want vorig jaar hebben we dat wel gedaan. Ja, lekker naar Wageningen of zo. Ik vond het hartstikke leuk. Toen hadden we D-Wolf of zo al toe gezien. Ja, en Neverone. Oh ja, Neverone, ja. En Ilse de Lange. En er was een of andere metal tent of zo. Oh ja, met die rookvrouwen die... Oh ja! Oh ja, het item is trouwens terug te kijken als je geen idee hebt waar we het over hebben. Op het kanaal van Engel 7 is het toch gewoon? Ja. Onder Bring the Noise en dan gewoon het vrijheid. Zoek op YouTube gewoon eventjes Bring the Noise en dan Bevrijdingsfestival. Ja, daar zie je de rookvrouw inderdaad. Nee, leuk. Gaan we daar weer een reportage ook voor hem dit jaar voor maken. Mag ik mee? Nou, ja, goed. Er is maar plek voor 2 man in de bus. Oh, dan kun jij eruit. We willen er een beetje vrijheid overhouden natuurlijk. Nee, nou, we moeten er wel rekening mee houden dat we ook een beetje vrijheid voor onszelf hebben, Dominique. Anders regel jij dat je met Roxanne meegaat in de helikopter. Nou, niet geschoten is altijd mis, hè? Nou, schiet dan. Goed zo, oké. Okay. Ik zal gewoon even een plaat gaan draaien weer, want... Ja, ik maak me al een klein beetje zorgen. Wat saai! Jij maakt je nog eerder dan ik! Inderdaad, Matt Kuttner, Ray Dalton. We can run the night, don't worry about a thing. Don't worry. So drink from me, drink from me. Let's shoot on a symphony. So high. Let me shoot across the...